Goedemorgen. Ik ben officieel de allergrootste sukkel ooit. Vanmorgen wil ik even de intro filmen op mijn Canon PowerShot S120. Dus, wat doe je dan? Stel je even de navi in, pak je even wat spullen in de auto en ga je vervolgens, leg je camera even op het dak. Maar als je je camera dan op het dak laat liggen en je rijdt weg, dan is dat al niet heel fijn. Als je het vervolgens afdondert en er rijdt de Skoda Octavia overheen, dan is het gewoon klaar. Mijn PowerShot S120 is niet meer. Dus handheld gemaakt van Lumix is nu waar ik op aangewezen ben. Op zich is het allemaal niet zo heel erg, want als je de omgeving hier ziet, die is werkelijk fantastisch mooi. We zijn nu onderweg naar het eiland Skye. We gaan eerst naar Talisker. Dat is een whisky destilleerderij. Daar gaan we eerst kijken of we daar een rondleiding kunnen krijgen. En later vandaag hebben we ook al een hotel geboekt. Aangezien het gisteren toch wel erg lastig was om een fatsoenlijk hotel te vinden. Ik moet zeggen, Eckelty House was echt prima. Is echt wel een aanrader. Het is niet zo duur. En het is gewoon heel veel waar voor je geld. Dus perfect. Nu weer een paar kilometer trappen. Nog ongeveer 85 mijl totdat we er zijn, dus valt mee. Als je koffie wil drinken aan het water, dan moet je daar soms even wat voor doen. Zoals naar het water rijden. Top dit. Bootje erbij, wat wil een mens nog meer? Kijk het uitzicht dan. Dat is toch... wow. Helaas, gesloten. Op naar het volgende tentje. Koffie gevonden. Alleen niet aan het water. Hierna gaan we door naar de Talisker Distillery. We zijn gearriveerd bij de Talisker Distillery. We gaan nu even kijken of we direct terecht kunnen voor een rondleiding. Ik ben er bang voor. We gaan het. Top lunch, top locatie. Nu naar Talisker. Whiskies liggen te rijpen. En de vaten hier vooraan zijn uit 1979 en zitten nog maar half vol, omdat er elk jaar 2% verdampt. Daarom zijn ze zo duur. Dit is Talisker Storm. Dit is wat je zou proberen te doen als je wilt. Het is bottled op 45,8%. En je zult zien dat er geen age statement op de bottle met deze one. Dat is omdat ik een huge job te Thank you.
Erg lekker. Top whiskietje hoor. Doe eens gek. Plaats een rooftop tent op je Corsa. Rondleiding met Talisker is klaar. Dat was erg leuk. Goeie gids. Mooie destilleerderij. Zag er goed uit. Whiskietje geproefd. Vond niet zo heel lekker. Het was me iets te rokerig. Maar zeker een aanrader als je in de buurt bent. En leuk stukje trivia, omdat deze destilleerderij op de 57ste hoogtegraad ligt, is het zo'n beetje de meest noordelijk gelegen destilleerderij ter wereld. Kun je vertellen op een verjaardag of zo. Van al dat in de auto zitten worden natuurlijk alleen maar dik. En aangezien wij vanavond ook weer bier willen drinken, gaan we nu dus wandelen. Het is hier echt beeldschoon. We zijn aan het wandelen. Geen idee waar we naartoe gaan. Want een echte route aangegeven staat er niet. Maar we moeten het maar even zien. Misschien moeten we straks weer terug. Misschien kunnen we nog verder. Geen idee. Leuk is het wel. Daar gaat het om. Hartstikke gezond. Het witte huis in de verte staat onze auto. Het is nu 1 uur en 1 kwartier lopen. En het is hier werkelijk adembenemend mooi. Soepeltjes. Ik wilde net starten met filmen, omdat we bij de boot zijn. Toen kregen we te horen dat we niet mee kunnen met de boot tot 7 uur. Hebben we een kaartje gekocht. Konden we reserve staan, trekt op de boot en het is nu 5:30, dus super. Hele vriendelijke lui, zoals altijd in Schotland. En check het uitzicht. In onze hotelkamer. Super hotel weer. En het leuke is dat we deze keer niet in de middle of nowhere zitten, maar gewoon aan de hoofdstraat. En ook dichtbij een pub. Dus. Ga er voor het gemak even vanuit dat de verdere vlog biercontent zal bevatten. Zin in. Een welverdiend biertje. Lekker hoor. Na een dag hard rijden is goed eten ook heel belangrijk.